Hoi allemaal, hartstikke leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Julian, ik zit hier op deze waterkoude zaterdag 8 januari 2022 in deze Belgische varkensneustrein. Dit is de intercity van Turnhout naar Antwerpen heen. In Turnhout heb ik mijn auto geparkeerd. Vandaag gaan we weer een dagje België doen. En we gaan vandaag naar Brussel heen, een dagje Brussel, lekkere citytripje doen. Veel kijkplezier. Niel, je hebt echt soms briljante ideeën. Ja, om in Brussel te komen moeten wij overstappen op dit station, Antwerpen-Berchem. Ja, we zijn in Antwerpen. Hier stappen wij zo meteen over op de Intercity naar Brussel en Charleroi. En ik heb zo mijn flauw vermoeden, Niel, hè? Wel. Desiro. Tyfus trein dit. Deze trein stopt op 3 stations in Brussel. Brussel Noord, Brussel Centraal en Brussel Zuid. Brussel Centraal is niet wat je denkt dat het is. Ja, het ligt al in het centrum, maar het is een ondergronds 6-spoor, een soort Schiphol-achtig station. Daar gaan we heen. Zo, wij zijn aangekomen op station Brussel Centraal. Dat is een soort kelder midden in het centrum van Brussel. Dus we gaan, ik denk, naar boven. Nou Niel, Brussel Centraal, wat vind je ervan? Deprimerend. Het is echt een hele deprimerende plek dit. Niel, jij wil naar een vinylwinkel heen of niet? Ja. Waar ze LP's hebben. Nou, dan gaan we eventjes heen, want Niel moet wat hebben, dan gaan we even heen lopen. Nou, al die toeristische shit geloven jullie waarschijnlijk wel. Nou, we gingen door het centrum heen, bla bla bla, grote markt, allemaal hartstikke leuk en aardig. Door naar de kwaliteitscontent. Hier staat mijn naamgenoot, gigantische zeiken. En nu hebben we alweer genoeg toerisme gezien. We gaan Niel hier zijn plaat halen en dan gaan we met het OV. Waar is de stad door? One eternity later. Nou, het pleurisjoekel heeft zijn plaatjes hoor. Eindelijk. Nu bij het metrostation, maar hier zit een burgerrestaurant. Hier hebben ze een hele intense burger. Die gaan we eerst doen. Oh, ja, we zijn aangekomen bij dit. Dit is de MTM burger die ik hier heb. Moet eens kijken wat de boei hier met. Dit kan echt niet. 3 patties en nog een chicken. Nou, dat was het, Jukkel. Ja, we zitten hier trouwens gewoon lekker binnen. Dat mag hier gewoon in België. Nederland, zware lockdown, niks is open, alleen de supermarkt is open. En hier mag je gewoon lekker binnen eten. Proost. Zo, het metrostation. Zo te zien is deze metrolijn eigenlijk een tramlijn met een lage perronnetje in het midden, maar voorbereid op metronet. We hebben een dagkaartje gekocht, ticket. Dagkaartje hier in Brussel kost 8 euro, kun je niks van zeggen. Valt nog mee hoor, het is nog vrij rustig voor een Brusselse tram. Hier stappen we over op de metro. De metro hebben we genomen naar station Montgomery, dat ligt aan de oostkant van Brussel. Hier heb je eigenlijk 3 ondergrondse stations. Je hebt dit metrostation hier. Je hebt nog een tramstation van een pre-metrolijn, dus zeg maar zo'n tramlijn, maar dan voorbereid op metro. En nog een ondergrondse keerles van 2 tramlijnen en daar moeten we heen. Op het ondergrondse keerlusje, ja, je zag net de oude tram wegrijden. Ja, inderdaad een PCC-car uit de jaren 50 en 60. Ja, die rijden hier nog steeds, ook alleen op deze obscure lijntjes. We nemen zo meteen de 44 naar Te Vuren. Schijnt een van de mooiste tramlijnen ter wereld te zijn. Wat? Even de recap van de haltes. Groene hond, 3 kleuren, verbrandend dreef, druivenschieting, 4 armen. Aangekomen op de halte Te Vuren station. Ik mag aannemen dat die tramlijn in de zomer, als het wat beter weer is, wat mooier is om te zien. Maar dit eindstationnetje hier kan ik echt zeker waarderen.
Ik ben zeer benieuwd naar duivenschieting, dus daar gaan we nu heen. Duivenschieting, het is niet eens te bereiken via een verharde weg. Nou Niel, duivenschieting, wat vind je ervan? Hilarisch. Dat is echt mooi. En zelfs museumtrams, hartstikke leuk. Er waren zelfs twee museumtrams, en nu hebben we het hier wel weer gezien, dus we gaan weer verder. Overstappen bij de halte Trammuseum. Ik heb mijn vermoeden dat hier dus dan ook de museumtrams vandaan komen. Daar wil ik heel graag nog een keertje heen. Helaas kan het niet, want vanwege de coronamaatregelen kun je alleen online reserveren en online betalen. En we hebben geen creditcard of bankcontact, dus dat komt niet. Dus we gaan zo meteen met tram 8 naar Louisa. Dit zijn leren stoeltjes, maar je hebt ook leren pijpen. Aangekomen op Louisa in het centrum van Brussel. Deze tramhalte hier is misschien bekend uit de videoclip van Formidable van Stromae. Die is hier nu niet. Wat hier wel zijn van heel veel mensen, want hier in België is gewoon lekker alles open. Hier is wel een Brabus S-klasse en een Bentley Bataya. Nou Niel, vertel eens tegen mij. Wat vind je van de trip naar Brussel tot nu toe? Ja, het is zeker de moeite waard om hier een keer heen te gaan voor een dagtrip. Stap uit bij de halte Louisa, metro en tram. Dan kun je naar dit prachtige uitzichtpuntje hier. Zeker leuk. Wij nemen vanaf hier de metro de station Zuid om daar avond te eten. Bij fastfoodketen Quick, Belgische keten. Ja, je kunt hier lekker binnen zitten met je coronapas. Tijd voor de food review. We hebben allebei de Supreme Burger genomen. Die beviel mij erg goed, dus die hebben we gewoon weer. Ik kan dat teringdoosje niet open krijgen. Ja, hartstikke prima zoals je ziet. Eet u smakelijk. Zo, dan is het nu tijd om terug te gaan richting Turnhout waar de auto staat. De trein naar Antwerpen-Bergen. NS? Juist, we gaan een stuk met de Benelux. Alles beter dan een D-Zero. 2 weeks later. De trein is stuk. 2 hours later. Eindelijk. Oh. Overstappen in Antwerpen-Berghem. Antwerpen-Zuid. Moest er een keertje voor komen hoor, ik kan toch geen eerste klas noemen dit. De volgende halte is Turnhout, eindstation. Aangekomen in Turnhout, einde van onze treinreis. Hier staat de auto geparkeerd, dus we gaan met de auto terug naar Hengelo toe. Dat duurt met de auto 2 uur. Als je met de trein was gegaan, dus door heel Nederland heen met de trein, was je 3,5 uur onderweg, dus het scheelt 1,5 uur voor ons. Ik doe dat ding af. Goed Niel, wat was het dagje Brussel? Geweldig. Het was echt teringbruut. Vond je het ook een teringbrute video? Zeker weten, die duim omhoog achterlaten. Wil je meer van dit soort content zien? Laat dat eventjes weten en abonneer ook op mijn kanaal hier beneden. Tot de volgende keer. Later. En addict!